Ron Stolz, vrijwillig schipper bij Natuurmonumenten. Natuurmonumenten zet zich in voor bedreigde natuurgebieden in Nederland. Een van de projecten waar we nu mee bezig zijn is de aanleg van de Markerwadden-archipel in het Markermeer. Het Markermeer is een gebied waar de ecologische balans is verstoord. De Markermeer heeft geen natuurlijke oevers meer. Dat zijn allemaal dijken met basaltblokken. Vandaar dat vissen geen paaigebied meer hebben. En dat is de reden geweest dat Natuurmonumenten wilden ingrijpen in het gebied om die ecologische balans te herstellen. Daarvoor zijn we nu bezig met de aanleg van de Markerwadden. Dat gaat een plasdrasgebied worden met ook 4 eilanden die uitsluitend bedoeld zijn als stiltegebied voor vogels. Daarmee creëren we kilometers natuurlijke oevers. Met ondieptes waarin waterplanten kunnen groeien en ook weer paaigebieden voor vissen creëren waarmee we de visstand in het Markermeer proberen te herstellen. Daarvoor hebben we een vaartuig nodig om personeel van Natuurmonumenten, maar ook onderzoeksteams die daar onderzoek doen naar het herstel van de ecologische balans in het Markermeer. Daarvoor hebben we recent een ander schip gekocht. De Markerwadden 2. Dat is een aluminium vaartuig. In dat schip zit een vrij geavanceerd ICCP-systeem van de MME-groep voor de katholische bescherming van het vaartuig. Natuurmonumenten kijkt natuurlijk ook naar zijn eigen footprint. Daarvoor willen we weten of dat ICCP-systeem na 25 jaar nog steeds goed functioneert. Daarvoor hebben we de MME-groep ingeschakeld. En die zijn momenteel het hele systeem aan het controleren. En het blijkt na 25 jaar dus nog steeds heel erg goed te functioneren. Daar zijn we heel erg blij mee. Mijn naam is Ron Stolz, vrijwillige schipper bij Natuurmonumenten. We zijn blij met de ondersteuning die we op dit moment krijgen van de MME-groep. Voor een longer life van de Markerwadden.